Welkom bij een nieuwe aflevering van Groen, een podcast van Femke Cornelissen. En Maarten Goed. En vandaag hebben we te gast Michel Bouwman. Welkom, Echt? Michel. Dank jullie wel. Mooi om hier te zijn. Mooi studio, leuk. Gezellig. Ja, Gozie. de huiskamer van Groen. U? Ja, de huiskamer van Groen. Kun je ons eens vertellen wie je bent en wat je doet? Oh ja, dus ik ben Michel Bouwman. Dat was het makkelijke deel, want ik heb een nieuwe titel. Dat ik hier net had. Dus ik ben tegenwoordig EMEA Senior Solutions Specialist Lead. Voor Microsoft Teams Rooms. En dat betekent dat uh, mijn team zich eigenlijk bezig had met de ene moment training van het partner-ecosysteem. Rondom hybride vergaderen, wat natuurlijk goed topic is. Uh, zeker de afgelopen, de afgelopen jaren nadat we uit dat gigantische hybride werkexperiment zijn gekomen met, uh, met z'n allen. Ja. Uh, dus dat doe ik nu. Ik zit ongeveer tien jaar al bij Microsoft. Dus, dus de hele tijd. Ik krijg bijna een nieuwe kristal. Dus bij Microsoft krijg je een kristal na vijf jaar, tien jaar en na vijftien en twintig. Uh, dus in december is het zover en mag ik mijn nieuwe kristal gaan, uh, gaan bestellen. Heb je al een mooie plekje daarvoor? Want... Ze staan wel bij mij op de achtergrond. Het zijn, je kan bij Microsoft, veel mensen weten die dingen niet, maar als je bij Microsoft dus een jubileum hebt, kan je dus kiezen tussen een geldbedrag. Ah. of een kristal. En ik kies altijd voor het kristal. Want je bent toch een beetje trots dat je voor, dat je voor de HUD mag werken. En, uh, je staat altijd netjes in mijn achtergrond. Zie je mijn kristal staan. Ik heb wel eens begrepen dat als je echt lang in dienst bent, hè, weet ik wel, 25 of 30 jaar. dat je dan. Dat hij zo groot is dat hij geloof ik in een koffer wordt verscheept. Ja, ja. Uh... ja, het is echt een heel groot. groot in deze ook, dus het, ja, mensen die luisteren kunnen dat niet zien, maar die, de eerste is volgens mij iets van 15 of 20 centimeter hoog. Met blauw. En dan volgens mij is de volgende stap met groen. En dat ding wordt steeds groter en zwaarder inderdaad. Dus het is echt, uh, het is echt heavy. Maar ik vind, weet je, met toch een beetje, daar heb ik in ieder geval, je bent toch trots om voor Microsoft te werken. Het is toch een soort van ja, mijlpaal waar je dan naartoe werkt iedere keer. Absoluut. En ik denk dat glas ook kennelijk wel een Microsoft-ding is. Want als je kijkt naar de community, bijvoorbeeld met de MVP's, ja, die krijgen ook glazen objecten met glazen ringen. Dus glas is kennelijk wel een thema van ja, Microsoft. Maar heb je officieel dan de langste functietitel uh, van Microsoft? Ah, vast niet, denk ik. We probeer hem ook altijd af te korten, maar met deze rol klinkt dat heel raar. Uh, dus je zoekt altijd een beetje naar de afkortingen. En in de afkortingen zijn we natuurlijk goed bij, uh, bij Microsoft. Ik denk dat er geen één bedrijf is wat zoveel drieletterige afkortingen heeft als, uh, als Microsoft. Nee, nee, Wat is nou een titel, hè? En je zei ook EMEA volgens mij. Ja. Uh, dus dat betekent dat je niet alleen hier in Nederland dingen doet. Nee, dus ik heb heel lang voor de Nederlandse organisatie gewerkt. Ik denk uh, 7,5 en jaar ongeveer voor de Nederlandse organisatie gewerkt. In de channel teams. ook altijd met Nederlandse partners bij zich geweest. hebben wij elkaar ook al leren kennen. Uh, altijd in de rol van, uh, uh, van uh, channel sales modern werker. Dus ik zat altijd al in die teamshoek. En op een gegeven moment kwam daar op een woensdagavond kwam daar een, een berichtje op Teams. Van een mevrouw die heet Anbert Anderson. En die zei. Hey Michel, ben jij onlangs van functie gewisseld? Nee. Oh, ik zie dat je een nieuwe titel hebt op LinkedIn. Ik had geen idee wie deze vrouw was. Nieuwe titel heb op, op LinkedIn. Nee, het is gewoon weer wisseling van de titel. En voor de rest verandert er niks. Dus oh, nou, ik heb een baan voor je. Wil jij voor mij komen werken? Wie ben je? Wat voor baan heb je dan precies? En hoe kom je überhaupt bij mij na? Nou, toen pakte ze het cadeautje uit, zeg maar. En toen nou, ik, heb een, ik heb een lead role in EMEA Waar we dus focussen op 118 landen. Wat heel tof is, hè, want het is heel divers. We hebben ook veel geleerd over verschillende culturen. Daar misschien wel eens over hebben. Um, en, uh, en, en, op die, en op dat Team Zoom stuk. De mensen die mij kennen, die kennen mij, denk ik, juist van het team, Dus het was heel dicht ook bij mij. Het is een mooie plek tussen cloud en edge. Dus devices. Ik ben gewoon een nerd. Hè. Als ik nieuwe spulletjes kan krijgen, dan wil ik ze ook altijd hebben. Uh, en dan die cloud die super interessant is in dat Teams-ecosysteem. Dat was eigenlijk een no-brain om daarvoor te kiezen. Dus nu 118 landen, uh, eigenlijk van alles, van, uh, uh, van Soest tot uh, Dubai en alles wat ertussen zit. Mooi. Leuk. Jij bent nou echt, als ik jou, naar jou kijk, bijvoorbeeld naar je LinkedIn en hoe actief je bent geweest de afgelopen jaren, heb je volgens mij echt ook een brand, een persoonlijke brand neergezet rondom jou. Hoe is dat ontstaan en hoe is dat... Nou, gebeurt. Wij hebben zoveel kennis, ook als je al in kijkt, de kennis die hier in deze huiskamer zitten, die is zo gigantisch. Dat ik altijd heb gezegd, het is bijna egoïstisch om die kennis niet te delen. En Voor mij kwam de echte shift aan het begin van de pandemie. En je zag al die mensen die zeiden van ja, maar wij kunnen niet in de cloud werken, of wij kunnen nog niet met teams aan de slag, die moesten van dinsdag op woensdag moesten ze opeens in de cloud werken en moesten ze opeens met teams aan de slag. Dat ging giga snel. En ja. ja, nou, ook jullie als partners hebben in één keer iedereen maar omgezet. En Maar ga maar gewoon starten. Achteraf kom ik erachter dat er dan wat beslissingen te snel zijn genomen. Zeker als je kijkt naar het security stuk. Maar ik had zoiets van, nee, we moeten mensen helpen om gewoon hun werk te blijven doen. Dus ik heb helemaal mijn agenda leeg gegooid. En tegen collega's gezegd, doe alsjeblieft mee. We gooien die agenda leeg. En we starten een boekingspagina. En iedereen die een half uurtje nodig heeft om het begin van Teams te snappen. Die gaan we dan de ruimte geven om... Uh, het maakt niet uit of je een, een MKB-klant bent of een Enterprise-klant. Het maakt niet uit wie het is. Nou, kom, bij, kom bij me en laat me je helpen. En laat me zoveel mogelijk kennis delen om zoveel mogelijk waarde toe te voegen, zodat iedereen gewoon zijn werk kan blijven doen. En nou, langzaam groeit dat dan uit. Maar hoe kan ik zorgen dat iedereen op de hoogte blijft van alles wat er nieuw is. En dan niet zozeer van oh, dit is de feature, maar meer hoe maak je van zo'n feature nou echt een experience. Ja. En je zei, hè, dus dat delen vind je belangrijk. Dat is natuurlijk ja, een beetje core op ons molen. Hè. Als community mensen vinden wij delen ook belangrijk en, en met elkaar beter worden. Uh, hoe kijk je dan naar de Microsoft community of de Teams community? Ja, dus die, is, die kunnen niet zonder. Het maakt niet uit of het de Nederlandse communities of in andere landen. Die communities die zorgen ervoor dat wij, dat wij echt schalen. Ja, het zijn de, de communities die ervoor zorgen dat, dat het evangelisme verder gaat dan alleen maar het verhaal wat wij als Microsoft kunnen vertellen. Zonder de community zijn we helemaal nergens. En ik. Wat ik tof vind is, tien jaar geleden waren er ook al communities. Maar toen was iedereen een beetje los. Deed iedereen een beetje een losse ding. Wat je nu ziet is dat iedereen veel meer bij elkaar is gekomen. En of je nou concurrent bent uh, of niet. Dat er verschillende merken misschien bij elkaar zitten. Verschillende partners. Ja, dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel meer uit. Iedereen heeft het hogere doel om te zorgen dat we mensen verder helpen. En ik denk dat dat, dat is heel krachtig. En ja, wat je misschien ook wel ziet is dat Teams daar zelfs een key role in speelt. Omdat... Nou, als je nu kijkt naar komende Microsoft Ignite en ook vorige Microsoft Ignite, dan is dat een hybride event. Hè? Terwijl voorheen kwamen 25.000 mensen of zo ergens in Amerika ja. samen. En dat had ook iets. Ik moet zeggen, de charmer toen was, was ook daar. Maar nu is het natuurlijk hybride, waarbij een aantal duizend mensen in Seattle zijn in dat convention center. Waar ook live gesproken wordt. Maar heel veel meer mensen, misschien wel ja, honderdduizenden mensen, kunnen natuurlijk online deelnemen via Teams. Ja. Dus kennelijk is daar ook wel een shift. En ja, dan vraag ik me af: wil Microsoft daar ook een voortrekker in zijn? Omdat je ziet sommige bedrijven wel weer helemaal teruggaan naar full conference. Uh, maar je ziet met Ignite, met Build, met Inspire, dat Microsoft toch die hybride kant blijft kiezen. Ja, dus ik heb daar een persoonlijke wens om zoveel mogelijk weer gewoon lekker op locatie te doen. Ik had nooit verwacht dat iets zou zeggen: oh, wat mis ik Las Vegas? Nee, <laughs> ik vind Las Vegas zelf helemaal niet leuk. Ik vind het, het eerste kwartiertje leuk. En dan ben ik weer verwonderd. En daarna vind ik het maar een hoop herrie en, uh, en licht. Um, uh, maar voor mij is het ook, als je zegt, onder community: het is, het is bij elkaar zijn. En als ik thuis achter mijn, achter mijn laptopje zit en ik zit daar naar sessies te kijken, is het toch anders dan dat ik in een grote zaal zit met 25.000 man. Dus ik hoop dat we weer teruggaan naar grotere events. Ik denk dat het hybride element er altijd zal zijn. Dus wat we wel hebben geleerd, is dat we de manier hoe we het vastleggen. Ja, dat is heel erg veranderd. Dus vroeger waren er ook. Vroeger dus letterlijk vijf jaar geleden. En vroeger waren er ook dat camera ploegen tijdens events aanwezig. Maar de manier hoe het nu geregistreerd wordt, het wordt veel meer geregistreerd voor mensen die ook thuis zitten. En zo bereiken we wel veel meer mensen. En daar zit denk ik de kracht. Dus ik denk de community die bij elkaar wil komen en wil blijven komen, die gaat naar Amerika. Maar er zijn ook genoeg mensen die niet in staat zijn om die kant op te komen. Het is toch een behoorlijke investering ook die als doet. Die je doet om daar naartoe te gaan, in tijd en in geld. Dus ik denk dat er altijd plek blijft voor mensen om dat virtueel te krijgen. Dus ik denk dat het een, een mix blijft, maar ik hoop wel dat we zoveel mogelijk weer terug gaan naar één locatie. En er zijn verschillende verhalen over waar ik nou, niet genoeg bij ben betrokken om er echt iets over te zeggen. En als je het hebt over events die jij hebt bezocht. Um... Als ik dan mensen om me heen vraag die met jou bijvoorbeeld op events zijn geweest, die zeggen: Nou, hij is iemand die ambitie heeft, maar die ook leergierig is. Dus die gaat ook echt de, de sessies langs om uh, nou ja, uh, ervaring op te doen van, van de sprekers. Maar zelf ben je ook niet bescheiden om je hand op te steken en tijdens een QA-sessie van, Sartje, uh, ja, ja, ja. vraag: <laughs> Hallo, hoe was dat? Ja, dus, de, de, daar zit een leuk verhaal achter. Dus, wij gingen het, het, het kantoor, dus waar heb ik uh, wij gingen het, uh, het kantoor voor bouwen? Zes jaar geleden, geloof ik, kantoor verbouwen. We moesten een keuze maken, Marks op Nederland: um, uh, gaan we verhuizen? Blijven we waar we zijn, maar doen we minder ruimte? Want we zagen dat we niet zoveel ruimte nodig hadden, of doen we geen kantoor? Dus de keuze die toen is gemaakt, is we blijven waar we zijn, maar we geven drie verdiepingen terug aan de Schipholgroep. Wel onder de voorwaarde dat we inspraak hielden in wie er dan de nieuwe tenant zou worden in die, uh, uh, in, op die drie verdiepingen. En uh, ik zat in dat projectteam. Van het, van het nieuwe gebouw. En dat begint heel groot. Hè? Geld is geen issue. En verzin de grootste dingen die je kan verzinnen. Nou, op een gegeven moment komt dan hoeveel geld er beschikbaar is. Dus moet, al die plannen moeten weer kleiner worden. Dus die verbouwing die, die start. En de dag van de opening weet ik nog goed. Die komt om zes uur ochtends. Kom ik op kantoor. Dit is een week voordat Satya in Nederland is. Zes uur ochtends kom ik op kantoor. Ik loop naar binnen. Er ligt nog geen vloer. Twee uur later kwamen de eerste mensen binnen. Er ligt nog geen vloer. Er werd nog gewerkt aan het plafond. Er werd geschilderd terwijl er al devices stonden. Het was één grote chaos. En het enige wat ik dacht was. één: Oh, wat gaan al die mensen denken die zo meteen binnenkomen? En twee. Satya is hier volgende week. Dit krijgen ze hem nooit aan. Nou, toen was Satya dus de week later. En die deed eerst ochtends voor developers deed hij een event in, uh, in de Johan Cruijff Arena. Vervolgens ging hij naar, naar kantoor. En daar ontmoette hij een aantal grote, van onze grootste klanten. Er was een, een klein uh, educatie evenement. En hij deed een QA. Met het personeel. En dat klinkt allemaal uh, heel organisch. Maar het is natuurlijk eigenlijk volgescript. Uh, dus ik had van tevoren gezegd. van, nou, Ik wil graag een vraag, uh, vraag stellen aan uh, Satya. Hij zei. Nou, dat is goed. Dat mag dan. En de mensen op de voorste rij. Die mochten dan vragen stellen. Dus Satya zei op een gegeven moment ook. Hé. Hey, waarom zijn er alleen helemaal vragen vanaf de voorste rij? Er stelt <laughs> niemand achterin een vraag. Nou, dat was omdat de mensen die de vraag gingen stellen. Eigenlijk van tevoren al waren bepaald. En ik vroeg hem. Uh, 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 het. Uh, uh, wat zoek ik hem? Oh, dus we hebben een belangrijk datacenter in, uh, in Nederland. En uh, research naar quantum computing was net uh, opgezet Delft. in Delft. Nee, net in Delft opgezet. Dus ik vroeg naar Della, waarom Nederland? Want waarom kies je voor Nederland? Er zijn zoveel plekken om te kiezen. En toen zei hij, allereerst de infrastructuur, maar het tweede, je volgt ook gewoon het talent. Hij zegt, en het talent, zeker als het gaat om, om wat ze in Delft wilden bouwen rondom quantum. Ja, talent zat gewoon in Nederland, dus dan was het een logische keuze. Het was wel bijzonder om zo... Om zo dicht bij Satya te staan. En ik denk iedereen die je vraagt. Die al wat langer bij de organisatie werkt. Als je vraagt hoe, dat, hoe die connectie dan met Satya. Iedereen heeft ook het gevoel dat ze verbonden zijn met Satya. Ik ben altijd heel erg onder de indruk geweest. Ik heb, een, ik heb maar een jaartje Balmer meegemaakt. Een half jaar denk ik zelfs. Ik ben heel erg onder de indruk van hoe, hoe het Satya is gelukt. Om, ik noem het altijd de minions. In de, in de landen. Ik ben zelf ook een minion hè. De minions in de landen te raken met cultuurverandering. En hoe snel je dat heeft gedaan. Dus je hebt altijd een soort van verbondenheid met Satya gevoeld. Dus het is niet, oh, die staat Satya Nadella. Het is gewoon, oh. nee, Satya staat daar. is mijn collega, Satya. is mijn collega, is mijn vriend. Nee, maar, zo is het niet hoor. hoe, hoe, hoe komt dat tot stand dan? Hoe, waarom voel je dat? Wat, wat is precies wat, wat er dan gebeurt? Ja, dus ik denk, en we maakten net wat grappig hier voordat we starten. Uh, in de tijd, ik luister ook naar jullie aflevering met, met René jongen. Dus als je kijkt naar Balmer, die was heel erg kost the competition en, en open source heeft hij een uitspraak over gedaan en als daar een iPad op het podium was, dan was je niet om een gave Microsoft 365 demo te geven, maar was om te kijken hoe goed hij als Frisbee kon dienen. En Satya was heel erg open. Ja, en dat verhaal wat Satya houdt over growth mindset, is niet zomaar een verhaal wat hij vertelt. Dat leeft in de organisatie. En jij zei net van, hé hey Michel, je bent iemand die altijd leergierig is en naar de sessies gaat. Ja, wat Satya zegt over een, een learn-it-all versus een know-it-all mentaliteit. Dat is niet iets wat op papier gaaf klinkt, dat leeft gewoon in die hut. Mm -hmm. En dat vind ik heel knap, dat je, dat je vanuit een leadership positie in een organisatie die toen 140, 150.000 man was en nu nog groter, hoe je het voor elkaar krijgt om, om, om zelfs de, de gewone medewerker ergens in een klein landje als Nederland te raken met dat verhaal. Ik vind dat is heel knap. En jullie zijn experts als het gaat om verandering drijven, dat is moeilijk in grote organisaties. Hoe hij dat moeilijk. heeft gedaan dat is echt knap. Hm. Ja, dat is heel moeilijk. En wat je zegt Satya, raakt ook niet alleen denk, interne medewerkers, maar ook partners, uh, gebruikers. Op een of andere manier krijgt die beweging aan. He, dus dat wat je zegt cultuur, maar ja, toch ook kennelijk de juiste keuzes op techniek. Vroegtijdig inzet op cloud en ook weer vroegtijdig inzet op AI. Ja. Kennelijk is het toch ook een visionair. Oh, 100%. En laten we niet vergeten dat Balmer echt de, het fundament heeft gelegd voor cloud. Hè? Dus het is niet zo dat, dat Satya dat helemaal heeft gebouwd. Nee, Balmer heeft daar echt wel het fundament uh, geleverd. Maar inderdaad, de visie en de juiste investeringen die worden gedaan. Ja, maar Satya heeft heel erg ingezet op cultuur. Dus ondanks dat de investering op technologie heel belangrijk is, en die investering doen we nu weer als het gaat om Microsoft 365 Copilot, wat echt een game changer is. Uh, als je ziet hoeveel tijd ik daarmee bespaar, is insane nu al. Uh, dus hij doet de investering, maar Satya heeft altijd ingezet op cultuur. En ik denk, als jij blij bent met het werk wat je doet, of blij bent, of trots bent op de hut waar je voor werkt, dan ga je meer energie erin stoppen. Dus ik denk dat dat een hele goede keuze is geweest. Hoe gaan we nou focussen op mens? Hoe ga ik focussen op mijn medewerkers? En hoe ga ik die dan helpen om nou, het gevoel te hebben dat ze, dat ze erbij horen, dat ze iets waard zijn, dat ze fouten mogen maken. Er gaat een verhaal. Misschien kunnen jullie nog wel, uh, er was ooit een chatbot. Thai, chai, tai, iets in die richting was een chatbot en die werd gelanceerd. En binnen een uur, het draaide op, op uh, cognitive services, binnen een uur was dat ding racistisch. Zij verkeerde dingen, was één grote ellende. Dus die bot offline gehaald. En het verhaal gaat, ik weet niet of het waar is, maar het leeft dus wel. Het verhaal gaat dat Satya naar dat team toe is gegaan. En heeft gezegd, we weten allemaal dat het niet oké okay is, maar keep on pushing. Weet je, we staan op de vooravond van iets groots. Er komt een doorbraak zometeen op, op dit punt. Je moet nu niet stoppen. En die growth mindset, dat leeft, echt, dat leeft echt in de organisatie. Dus je mag fouten maken. Hoe hm. als Wat? dat kan, ja. En je zei net al uh, in een van de opmerkingen uh, cultuur. Hè? Je had het net over Satje en de keuze voor ons kleine landje en onze cultuur. Mm -hmm. Maar je zei net ook in een van de eerste zinnen van hoe cultuur en teams en het gebruik zo wisselend kan zijn. Over al die landen die jullie nu vanuit EMEA bedienen. Mm -hmm. Kun je daar iets over vertellen? Nou, we zijn, in Nederland zijn we wel heel erg verwend als het gaat om cloud adoptie en teams adoptie. Ik weet niet precies wat het cijfer is, maar de, de marktpenetratie van teams is in Nederland is natuurlijk gigantisch. En hetzelfde geldt voor, uh, voor de Nordics of voor, uh, of voor Engeland. Het is heel hoog. Maar als je dan in andere delen van de wereld komt, als dus je in Afrika komt, Afrika komt, of misschien zelfs in, de, in, in Dubai komt, ja, daar is dat heel anders. En daar spelen andere spelers spelen een, een veel grotere rol in die, in die markt. Maar ook in, in Nederland zetten wij altijd onze camera aan. Vanaf het begin. Vanaf het begin dat wij. Online vergaderen, of het nou de Skype-dagen was, uh, zetten wij onze camera aan. Ja, dat is ook niet in iedere cultuur is dat normaal. Ik zit nu soms nog steeds met mensen uit een land als bijvoorbeeld India, zit ik in de kool. Ja, dan zit je gewoon naar, naar icoontjes of naar avatars te kijken. En waarom is dat? Ja, dus ik denk dat dat zit, heel erg in de, dat zit heel erg in de cultuur. Het is daar minder gewoon om een kijkje te geven in wat er allemaal om je heen gebeurt. Wij vinden het wel gezellig om te zien wat er bij mensen op de achtergrond gebeurt. Weet je, als er in één keer een kind voorbij komt rennen of een of een, een huis die je voorbij komt rennen. Ja, dat, zit, dat, zit echt in de, dat zit echt in de cultuur. Als ze dan uh, naar jouw werkplek kijkt. dan kan ik me nog herinneren dat jij uh, nou ja, een kast had gemaakt. waar je in aan het werk bent. Heb je dat nog steeds? Ja, nee, Kun je nee, dat wat nee. vertellen? Ja, dus we gingen. Uh, dus, dus ik werkte. Dus bij Microsoft mogen we al 15 jaar lang thuiswerken. Het is wel grappig dat je hierover begint. En uh, uh, wij hebben een groot gezin. Dus toen onze vierde kwam. mijn vrouw en ik hebben vier kinderen toen onze vierde kwam, was er geen ruimte meer voor mij om te werken. We hadden op zolder, hadden we nog een kast waar allemaal spelletjes in zaten van de kinderen. En die uh, hebben al die spelletjes eruit gehaald. We een, een uh, bureaublad ingezet. En een scherm. Maar er zat ook geen deur in, want het was letterlijk nou, misschien anderhalve meter diep en anderhalve meter breed. En dat was het. Dus als ik dan in een kool zat en de kinderen waren, dan ging dat gordijn dicht, maar was <laughs> er geen zuurstof. Dus het was gigaheed, dat was onmogelijk. En, en nou, toen de toen de pandemie startte en ik dus definitief, ik werk nu ook, zeker vanuit je mee kom je niet zoveel meer op het kantoor. En dus ik werk nu misschien twee dagen in de week buiten huis. En anders twee dagen in de maand buiten huis. En anders zit ik alleen maar thuis. Ik zou nee schat, we moeten, echt, we moeten echt een werkplek zien te vinden. Dus we hebben nu gewoon een kantoortje gebouwd op zolder. Dus de zolder is iets kleiner geworden. En daar zit nu een kantoor. Maar ik heb denk ik wel een jaar, anderhalf jaar vanuit de spelletjeskast gewerkt. Oh. Kastupgrade. Hé, hey, en jij zei tien jaar bij Microsoft. Uh, zat je daarvoor ook al in de IT? Dus yes, ik ben. Uh, uh, ik heb mijn school nooit afgemaakt. In eerste in instantie niet. Dus daar zit ook al een verhaal. Dus ik ben na de HAVO. moest ik gaan kiezen om te gaan studeren. En ik weet nog goed dat ik daar met mijn vader bij de open dag kwam. van... Dat heette toen nog de HES. En uh, daar was een opleiding bedrijfskundige informatica. Nou, ik vond computers al leuk. Hè, dus ik ging daar naar binnen. Dat was niet heel boeiend, maar toen lieten ze zien wat je allemaal kon worden en hoeveel geld ze kon verdienen. <laughs> nou, en in de fase van mijn leven waar ik toen zat, want was ik 16, 17. Ik dacht van oh, dit is vet, want zoveel geld wil ik verdienen. Deze opleiding ga ik doen. Dat was een hele verkeerde keuze. En dus na, ik heb mijn duizend Duizend gehaald. Toen heb ik gezegd, pa ma, dit is hem niet voor mij. Ik wilde niet opnieuw beginnen. En ik uh, kwam altijd bij een, een kledingwinkel in Amsterdam op de oude Voorburgwal. Vlak voor, uh, vlak voor uh, de wallen. En die zeiden van, nou, je kan wel hier komen werken. Ze hadden een stuk retail en een stuk distributie. En dat was leuk, maar voelde niet echt als echt werken. Wat wel tof was, is het was naast het Grand Hotel. En dat was toen het hotel in Amsterdam. Dus alle artiesten die in Nederland opkwamen treden, die waren daar. En die kwamen dan ook altijd naar die winkel. Dus ik heb daar best wel veel mensen in die tijd ontmoet. Maar na, ik denk, twee, drie jaar, ik zie van, nee, ik moet een echte baan gaan zoeken. En toen ben ik gaan solliciteren. En toen kreeg ik een baan aangeboden. Of ik kon gaan werken bij een grote bank. Ik zal de naam nou niet noemen. En uh, die gingen dan pilot doen. En ik kon werken bij een IT-partner. En dat, bij die bank voelde ik meer dat ik een nummer was. Bij die IT-partner had ik meer een soort van familiegevoel. Dat is meer samenhorigheid. Oké, okay, dan ga ik daarvoor werken. En dat heb ik gedaan. En daar zat een, een salesmanager. Uh, Hemco heet hij. En uh, hij geloofde in mij. En hij zei, Michel, ik denk dat jij alleen de gegeven de rol je moet hebben binnen deze organisatie. Dus op een gegeven moment stuurde ik 75% van de salesforce daaraan. Ik denk 75 mensen of zo. Stuurde ik daar aan. En ik heb daar, ik denk ook, zeven jaar gezeten. Het was zo klein. Nou, Femke, jij kent dit, hè? een organisatie waar, waar heel weinig lagen in zitten. Dus daar kan je op een gegeven moment niet echt meer doorgroeien. En toen uh, ben ik gaan solliciteren. En toen kwam ik bij de telefoongids, gids terecht. Wow. Want ik zat wel in een soort van modus van. Dat ging toen in die, in die, uh, bij die IT-partner. Dat ging van. Ik ging veel meer naar Consultative Selling. Dus er zat heel veel Change zat daar al in. En die change vond ik ook bij de -gids, Gids. Die twee organisaties waren in die tijd net samen gegaan. Was heel spannend, hè? Want voor die tijd zei iedereen van de telefoongids met de GOU Gids moet je niet samenwerken. En iedereen van de GOU Gids zei: met de telefoongids moet je niet samenwerken. Dus er waren twee culturen die in één keer één organisatie waren. Online was booming en ze hadden geen online propositie. Dus de omzet ging keihard naar beneden. Nee, dat was nog de tijd dat de hele bomen door je brieven werden gebeurd. Yeah, en dat uh... <laughs> was, was net op het kantelpunt. Was net op het kantelpunt. Dus dat klonk heel spannend. Ik kan zeggen, achteraf was het heel pijnlijk. Die hut ging van duizend man, naar ik geloof 150 man in zes maanden tijd. Ik ben door al die reorganisaties heen gekomen. Maar dat doet terug naar cultuur, dat doet iets met mensen met cultuur. En dat voelde niet meer oké. Okay. En toen heb ik gezegd, ik geef mezelf een jaar de tijd en daar werk ik voor een bedrijf in mijn top 5. En de top 5, destijds, nog steeds redelijk hetzelfde. Microsoft, LinkedIn, ik had al iets met, met social. Uh, Nike, ik ben uh, sneakerhead, dus ik hou van sneakers. Google en Apple. En ja. bij Apple was ik redelijk ver. De winkel op het Leidseplein was net geopend. En zij wilden een businessstak openen op het Leidseplein. Um, ja. Tegelijkertijd kwam daar volgens mij Haarlem of Den Haag kwam daar doorheen. Dus daar moesten ze op wachten. Dus dat duurde even. LinkedIn had interesse. Die zaten toen nog op Schiphol. Was heel klein. 25 mensen in Nederland of zo. Dat had interesse. Maar moest ik ook wachten. En uh, Microsoft precies zelden. Er zouden twee rollen zijn. Uiteindelijk was er maar één rol beschikbaar. Dus ook daar moest ik wachten. In de tussentijd werd ik gebeld door T-Mobile. Michel, zakelijke afdeling. Twee projecten willen we graag draaien. Wil jij één helpen met die projecten? En wil je een telesales team aansturen? hier? Dus ja, let's go. Dus ik was niet blij in mijn oude rol. Dus ik heb wel gezegd, een soort van tussenproject voor mij. Want ik heb een, ik heb een missie. Ik wil voor één van deze vijf bedrijven werken. Dus uiteindelijk heb ik die twee projecten gedaan. Bij T-Mobile en dat team aangestuurd. En toen negen maanden later belde Microsoft. En uh, Bas zag Beko. En, uh, en Bas zei: uh, uh, Michel, ik een baan voor je. Uh, heb je nog interesse? No-brainer. No-brainer. Hij zei: Je moet alleen nog je nieuwe manager leren kennen. Dat was de enige die ik nog niet had gesproken. Ik had al vier sollicitaties gehad. En, uh, maar toen maakten we dus Rudy Doornwaard. En mensen die zelf kennen, kennen, kennen Rudy natuurlijk ook. Werkte gewoon ook in EMEA. In een hele grave Global Black Belt rol. En. Uh, nou, dat was het begin van mijn carrière bij Microsoft. And the rest is history? The rest is history. <laughs> ik zag ook nog okay. iets anders op je LinkedIn profiel staan. Als zijn uh, social media platform. Oh man, <laughs> ja, dus, dus je bent er wel goed teruggegaan. Dus ik ben, <laughs> uh, heb naast, naast dat, naast dat nou ja, ik uh, gescand heb, verwonderd dat ik nog naar binnen mag. <laughs> uh, dus naast dat ik sneaker fan ben, ben ik ook groot muziekliefhebber. Dus ik hou heel erg van hip-hop en R&B muziek. <laughs> ja. En uh, uh, er was een, een DJ team, dat heette de Major League. En die hadden een soort van, uh, hoe noem je dat, een messageboard. En daar posten ze dan, er was nog geen social media, daar posten ze hun, uh, uh, hun gigs op. Dus waar zij moesten draaien. En, uh, op een gegeven moment zeiden ze, hè, misschien is het een leuk idee om een soort van profielenwebsite te bouwen. Nogmaals, er bestond, so, uh, Facebook bestond niet. Hè? Hives was het eerste wat in Nederland kwam, bestond niet. Er was bijna niks. En uh, zei, nou, goed idee. En zei ze tegen mij, Michel, wil jij dan helpen? Ik was nog een broekje, wil jij helpen met de zakelijke kant? Dus ja, goed. We hadden geen flauw idee wat we daar hadden. Hè? Ik weet nog dat we naar een grote game developer gingen. Daar zat dan een, een, een vriend van ons in een mooie positie. En uh, hadden we een advertentiedeal van 5000 euro gesloten. Daar waren we heel trots op. <laughs> en toen liepen we weg. En toen zei, zei jij ja, gasten, uh, even eerlijk. Uh, weet je, helemaal goed dat we dit nu gaan doen. Maar je moet echt zien wat je waarde is. Want ik had hier 50.000 euro voor je klaar liggen. Wat je zo kon meenemen. Maar je bent hier gegaan. Dus we hadden geen idee wat we hadden. We hebben dat omgekeerd. Na 10 jaar hebben we dat denk ik verkocht. We hadden toch 100.000 geregistreerde leden. In een branche. In een niche die heel klein was. Dus het was best wel, een, best wel een succes. Maar we zagen, zakelijk zagen we gewoon niet wat het was. En Toen opeens kwam Facebook en Hives. En andere volgorde en Facebook. En we zagen hoe dat booming was. Hoe dat het geld binnenstroomde. Oh, snap, we hebben dat echt niet goed gezien. Hypes, de dansende bananen. Ja, de dansende bananen. Even krabbelen. Ja, maar toen was echt... Uh, ja. Ik weet nog dat we dat we acquisitie deden om nieuwe adverteerders binnen te krijgen. En die zeiden, oh, ze net zoiets als Hives? Hypes. Toen zagen we Hypes al die, al die scholen binnengaan. Om al die mensen op dat platform te krijgen. Ja. Ja, dat was echt een ding in de tijd. Totdat Facebook alles loopt. Ja. ja. <laughs> En die muziek hoe kom je aan de... Ja, op een gegeven moment vind je iets, hoor je iets en denk je, oh, dat vind ik interessant, dat vind ik leuk. Nog steeds als je nu in de auto zit dan... Uh... Ja, ja, dus, ik, uh, de, dus het is aan de R&B kant is het volop meezingen en je wil mij niet horen zingen. <laughs> het is goed dat die ramen goed dicht zijn en niemand mij, uh, mij hoort. Uh, nee, muziek is wel een soort van, van uitlaatklep. En het, ik moet ook zeggen, dus ik spreek veel. En ik moet ook zeggen dat het me met spreken ook helpt. Dus de manier hoe in, 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 in de, in de rapmuziek, uh, hoe je gebruik maakt van klanken en, en, en rijmen, hoe, hoe dingen dan in elkaar passen, dat helpt heel erg met spreken. En ik zie daar ook wel een link met, dus ik hou ook van stand-up comedy. En het is ook met stand-up comedy. Dus ik merk ook als ik, en misschien merk je dat ook als je op het podium staat, op een gegeven moment heb je een verhaal zo vaak gedaan dat het een soort van tweede natuur wordt. Hè? En dan ga je dingen in het publiek gaan zien. En die ga je dan gebruiken in je verhaal, waardoor het verhaal veel leuker wordt voor de mensen die er zitten. Dus ik denk dat, dat, dat muziek en stand-up ook best wel een rol spelen in hoe ik dan mijn presentaties doe als ik voor, als ik voor mensen sta. Nou, dat is zeker. Ik heb ooit zelf een, een sprekerstraining mogen volgen bij Boom Chicago. Op oh ja, Leidseplein. ja, precies, ja. En ja. Daar, daar krijg je de meest verrassende invalshoeken, maar wel weer iets wat toevoegt aan, aan, aan hoe je dat verhaal kunt brengen. Aan je audience. Dus ik herken helemaal dat, dat stand-up in dit geval ook iets, uh, iets toevoegt. Ja, ik heb een, ik heb een stuk in. Uh, dus er zijn, is een, een soort van standaard keynote die ik veel geef. En daar is een stuk over wat gebeurt er als je in een vergadering zit en iemand krijgt een belangrijk bericht op zijn telefoon. En er zitten soort verhalen omheen, dus ik doe veel storytelling. En ik zeg, ja, maar het kan zomaar zijn dat je een belangrijk bericht ziet. En daarvoor heb ik al gescand, zit er iemand op zijn telefoon? En gelukkig gebeurt dat niet zo heel veel bij mij. Maar Je vindt er altijd één of twee. Ja, dus stel je krijgt een belangrijk bericht op je telefoon, zoals deze manier hiervoor bijvoorbeeld, <laughs> ja. en is meteen, en het publiek is aan. Dus de, 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 de aandachtspannen van een mens was 16 minuten. Daarom zijn TED Talks altijd, altijd ergens tussen de 12 en 20 minuten. En je gebruikt juist die momenten om mensen even op, eventjes wakker, even iedereen erbij, even de brein resetten, aandacht resetten, en dan kan je weer verder met, uh, met de rest van je verhaal. Als je ergens spreekt, heb je dan ook dat je van tevoren even. Muziek aan heb gehad en. Uh... Nee, niet muziek, maar ik vind het wel leuk om gewoon even in de zaal te zijn en even aan te voelen wat voor het publiek er is. Ik kijk wel altijd wie spreekt er voor mij en wie spreekt er na mij. Ik, dit, even terug naar waar we het eerder over hadden. Ik ben daar niet om mijn verhaal te vertellen. Nee, dat kan ik, dat, daar zit niet de waarde in. De waarde zit in Hoe zorg je er nou voor dat, dat, dat een deel van de mensen daar weggaat? Met het gevoel van, oké, okay, ik ben nu geïnspireerd. Of ik heb een stukje kennis opgedaan die ik van tevoren niet had. En het gevoel, dit was het waard voor mij om hier naar dit event toe te komen. Dus ik ben daar nou niet zozeer om het Microsoft verhaal te vertellen. Ik ben daar om waarde toe te voegen van de mensen die de moeite hebben genomen. Om naar een evenement toe te komen. En of dat nou online is of op locatie is. dat maakt niet zoveel uit. Dus ik zit heel erg in, hoe kan ik nou, hoe kan ik echt waarde toevoegen? Dus voor mij zit dat veel in, in, in storytelling. In goede energie meebrengen. En plezier hebben, zodat die mensen ook plezier hebben. En dan, en dan wordt het allemaal veel beter, denk ik. Ja, uiteindelijk is spreken gewoon een performance. Hè? Dat is iets, ja. uh, iets wat je. En wat je ook door oefenen nog weer kan verbeteren. Wat je zegt met dit soort tips en tricks. Leuk. Nog iets waarvan ik denk, volgens mij is dat echt een hobby van je: basketbal. Klopt dat? Oh, man. Dus ik heb heel lang. <laughs> ik heb altijd tot mijn twaalfde. <laughs> tot mijn twaalfde heb ik gevoetbald. en was van huis uit, was dat mee. Mijn, uh, mijn opa was altijd keeper. En. Uh, ik ben op een gegeven moment ook keeper geworden, ik kon redelijk keeper, uh, maar in 1992 was ik met mijn, uh, was ik in uh, Spanje op vakantie. In 1992 was uh, de Olympische Spelen in Barcelona en daar was het Dream Team. En Dream Team was Michael van Basketball, kennis op deze naam kent iedereen. Uh, uh, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing en uh, vandaar ook de schoenen. Ja, dus dat komt daar wel dichtbij in de buurt. Dat dus de basketbal, de muziek en dan sneaker en de cultuur zitten allemaal wel bij elkaar. En dat zag ik dacht, wauw, het is echt geweldig. De, de, de energie die in dat spel zit, en hoeveel gescoord wordt, en hoe het ook tactisch is, dat dit is een spelletje voor mij. Dus ik ben toen in 92 gaan basketballen. Oh, redelijk niveau gekomen. Anders dat ik maar 1,78 ben ongeveer, <laughs> uh, kon ik redelijk schieten. Uh, nog rayon gespeeld, dus dan speel je in een wat grotere grotere omgeving. Een redelijk, uh, redelijk potje basketbal. Maar toen kwamen de kinderen. En ik vind als je teamsport speelt. Dan moet je er altijd zijn. En dan moet je tijd in steken En dat kon niet meer. Dus heb ik heb gezegd. Hey, ga ermee mee stoppen. Maar nu bij de kinderen. Bij... Ja, dus de kinderen hebben niet heel veel interesse in basketbal. Ik kijk nee. wel nog steeds fanatiek basketbal. Uh, NBA basketbal. Uh, in Amerika. En dat betekent dus dat dat in de nacht is. <laughs> dus ik zit regelmatig om twee of drie uur s'nachts. Zit ik op mijn bankje. Zit ik uh, lekker, uh, lekker basketbal te kijken? Wat ook wel gewoon het moment is om gewoon even helemaal niks aan je hoofd te hebben. En gewoon, uh, uh, gewoon even niks te to doen. En zappen. gewoon in je eigen huh. hoofd te zijn. Daarom wil ik ook dat um, uh, Inspire terugkomt in Las Vegas. Want in de week van Inspire is de NBA Summer League in Las Vegas. Dus ik pak daar, daar altijd de kans om twee, drie. Dan kan je voor, voor 15 of 20 dollar 6, 7 wedstrijden kijken. Dus we gingen dan altijd één of twee dagen eerder. En dan ging je gewoon twee dagen lang in zo'n stadion zitten. Alleen maar basketbal kijken. Mooi. <laughs> Volgens mij is de cirkel rond. Want is het niet zo dat Steve Ballmer ook eigenaar is van een... Uh, ja, 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 ja. En ook de, dus de gekke dingen die hij altijd doet. Op, de, de, de gekke dingen die hij op het podium deed. Bij de Microsoft-conferenties. Ja, zoek maar uh, Steve Ballmer, developers, developers, developers. Uh, die doet hij ook nog steeds in het oh, ja Dat is heel leuk om te zien. Niks, uh, niks veranderd. Je zei net al, de aandachtspannen is, is 16 minuten. Volgens mij komen we een beetje aan het einde van onze uitzending, onze aflevering. En maar niet voordat we... De... Ik hoor iets over enveloppen, Jan. Ja, we hebben een aantal enveloppen. Je mag er eentje uitzoeken en uh, okay. graag uh, voorlezen. Okay. Mensen zien dit natuurlijk niet, maar proberen er erin te kijken. Er zijn drie, drie groene enveloppen. Ja. Oh. En het zijn random vragen, dus iets onverwachts. Oh, ja, maar Er staan wel letters op, dus het is heel... Veel te... okay. Nou, moet je wel even er één in zijn hand. Ja, ik heb er eentje gekozen. Ik heb N3 gekozen. Ik weet niet of dat betekent. Maar... Ja, dat zijn geheime codes. Nee, ah, geheime codes. Ja. Weet wij al genoeg. Nee. Uh, nee. Maar deze heeft uh, René ook al gedaan. Mag ik een andere pakken? Ja, hoor. ja hoor. Dat is goed Ja, gang. Ja, we hebben er een aantal. Dus, uh... Ja, dus René had wie in de community wil je een compliment geven. Ik ga hem wel beantwoorden. Want Femke wil jou een compliment geven. Oh. Je weet hoe trots ik op jou ben. Ik weet niet je het wel meteen net te schudden. Ik heb Femke leren kennen. Uh... Hoeveel jaar is dit geleden? Ook al een jaar of acht geleden, als, als junior marketeer uh, ja. bij een partner genaamd uh, Tradion in Georgië. <laughs> ja. uh, en uh, en uh, als ik zie hoe jij bent blijven pushen, en ik weet hoe belangrijk MVP voor jou was, uh, maar dat dat, dat dat wel altijd een doel is geweest, maar dat het werk wat je daarvoor hebt geleverd, daar zit echte kracht. Mm -hmm. Weet je, die titel heb ik ook wel eens tegen je gezegd. Het gaat niet om die titel. En ik weet, als MVP ben je super trots op MVP zijn. En dat hoort ook zo, want dat ben je waard. Maar het is het werk wat je daarvoor hebt gedaan, wat je heeft gebracht waar je nu bent. En ik heb altijd dan gezegd. Of zegt hoe... hij dat het een verkeerde vraag was? Ja, ja. En ik, zeg, maar ik heb altijd gezegd, hoe... omdat ik iemand anders heb gezien, altijd zeg hoe trots ik op je ben over hoe je bent blijven pushen, pushen, pushen. En dan zie je dat op het moment dat je maar één kleine stap maakt, dat dat in één keer heel je wereld verandert. En dat vind ik gewoon heel vet om te zien. Dankjewel. Ja. Nou, Michelle heeft inmiddels een nieuwe vraag in zijn hand. Oh, mag ik ook die andere? <laughs> <laughs> wat is je favoriete tech gadget of apparaat en waarom? Oké, okay, ik geef eerst een politiek antwoord. Een Microsoft Teams Rooms Device. Omdat je dan echt goed hybride kunt vergaderen. Nee, ik ben uh, mijn favoriete tech. Is er iets thuis wat je veel gebruikt? Wij zeggen: Oh, dat is een. Nee, fijn... maar ik zit wel. Nee. Ik denk toch maar gewoon mijn telefoon. Het is wel het meest saaie antwoord wat er is. is toch het meest gebruikte. Het is ook wel gewoon een game changer geweest. Dus ja. Wij komen ook. Oh, oude man heb aan je nog worden. met de Windows Phone rondgelopen? Natuurlijk. Uiteraard. Ja, ja. Maar ik heb ook nog wel met de Kermit rondgelopen. Ach ja. En voor de mensen die wat jonger dat zijn je en kijken op het uh, dat je kon bellen. Dan kon je bij de VND, wat nu ook niet meer bestaat. Kon je bij de VND niet gebeld worden. Je kon alleen maar bellen. Dus had je en een pieper. Dus die hadden we ook vroeger. Een semafoon. Ja. Had je en een pieper en een Kermit. En dan kreeg je op je pieper kreeg je een bericht van iemand. En dan zag je alleen het telefoonnummer, dus je moest je ook het telefoonnummer kennen. Later zag je ook tekst. Maar dat wisten we vroeger, hè? dat wist al uit ons hoofd. Ja, dat wist uit ons hoofd. En dan ging je naar de VND, want bij dat VND was een Kermit Point. En dan kon je bellen. Dus die tijd, heb ik meegemaakt. Toen zag ik vandaag iemand op LinkedIn posten over hoe als je vroeg iemand moest bellen. Als je, als je een meisje leuk vond, dan moest je gewoon op, op de huistelefoon. Met zo'n draaitelefoon. Dag mevrouw is thuis. Zou ik het alsjeblieft mogen spreken. En de halverwege. Want er waren twee telefoons in huis, en beneden had ook iemand de telefoon en boven. Mam! Mam, ophang! Ik ben in de telefoon. Ja. Nee, dus Voor mij is het wel de, de tech gadget, voor mij is dan toch wel de telefoon. Toch gewoon je telefoon. Ja, ja, dat is ja. echt een heel saai antwoord. Man. Nee, het is geen saai antwoord. Een leuke ja. anekdote ook van vroeger. Ja, ja. Je was er al vroeg bij. Dus Ze ja, waren er vroeg bij. Ja. Nou, inspirerende verhalen volgens mij. En, zeker. Ja, want, dankjewel uh... voor je komst. Ja, dank jullie wel dat ik hier mocht zijn. Veel succes met de show. Ja, dankjewel. Thanks.